We zijn in de Arjen Robben Skybox in Euroborg, waar de leerlingen van het project Playing for Success een speciale gast hebben. Cabaretier Peter Heerschop is sinds november van het vorig jaar ambassadeur van Playing for Success. Het is een leertraject voor kinderen die om verschillende redenen niet voldoende presteren op school, maar juist in een omgeving als een voetbalstadion het gevoel en de overtuiging krijgen dat ze wel degelijk iets kunnen. Voor mij vallen heel veel dingen samen. Ik ben van origine gymleraar. En ik heb pedagogiek gestudeerd, dus ik heb orthopedagogiek. Ik heb veel, op school ook veel kinderen die uitvielen begeleid. Dus er zit de sportkant in van gymleraar, er zit de begeleidingskant in van pedagogiek. Ik zit hier omdat mijn dag- en nachtritme omgekeerd was. Fijn dat je wakker bent. En daar zit de bekendheid in van televisie en radio. En dan is het goed om die te gebruiken voor een doel wat mij aan het hart gaat. Je kunt wantrouwen hebben naar alles, maar uiteindelijk is er wel iemand die je wel kan vertrouwen. En alleen die moet je er wel uithalen zelf. Om kinderen in zo'n omgeving, of kinderen, leerlingen, weet je, ze zijn al oud soms. Om ze op te vangen in een schitterende omgeving, in een omgeving van sport, in iets waar het echt bijzonder is. Het mooiste deel van de provincie, het stadion, het Groningenstadion of in welke stadions, want het zit over het hele land. En die allemaal met een verhaal komen en die zich opeens bijzonder voelen. Die voelen dat ze er toe doen. Ze vallen ergens uit op school of het lukt iets niet of ze hebben geen zelfvertrouwen of ze hebben dingen meegemaakt. En opeens staan ze in een omgeving dat ze denken, hey, wacht eens even. Ik sta gewoon in iets zo moois en ik krijg het gevoel dat ik er weer toe doe. Ik ben belangrijk en ik kan iets en ik wil iets, want ik heb net alle verhalen weer gehoord van degene hier. Ze hebben weer een doel. Ja, daar wil je toch ambassadeur van zijn? Ja, door middel van deze stages en deze 10 weken heb ik toch wel, ben ik te weten gekomen waar mijn hart dus echt ligt. En dat is dus wel in winkels werken. Verhalen. Ik ben een verhalenman. Ja, dat is natuurlijk ook, cabaret is ook verhalen vertellen. Maar ik vind het echt mooi om tot iemand door te dringen. Maar ik zeg wel dat mijn grootste hobby is een goed gesprek. Is met iemand op de bank zitten en je vertelt iets. En je komt samen tot iets dat je denkt, nou ja, dat wist ik helemaal niet. Van jezelf. Je vertelt opeens een verhaal van jezelf en je denkt, nou, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is toch geweldig. En heb je dat ook op zulke middagen? Nou, gelijk. Ik voel wel dat ik denk, oh ja, dit is eigenlijk ook wel waar mijn hart ligt. Diep van binnen ben ik gewoon nog steeds leraar. Maar dan leraar van niet van degene waar het toch al heel goed mee gaat. Liefst van degene waarvan ik denk, godsamme, die kan heel veel, maar wat heeft hij een pech gehad in zijn leven? Overigens is het niet de eerste keer dat Heerschop in Euroborg is. In 2007 was hij in Groningen toen Jong Oranje in Euroborg Europees kampioen werd. Daarnaast is hij een goede bekende van de familie Robben. Ik heb de mazzel gehad dat ik met Edwin Evers en 538 mee kon. En met de KNVB naar de grote EK's en WK's. En daar heb ik zijn vader Hans en zijn moeder en zijn zus. Ja, dus ik kende de familie Robben. Ja, dat zijn goede mensen. Ja. Ja.